kamp Amersfoort zijn de barakken niet meer aanwezig. Ze zijn afgebroken in de jaren 60. We hebben nog wel een aantal andere punten die bewaard zijn gebleven uit die Tweede Wereldoorlog. En aan de hand daarvan proberen wij het verhaal uit de Tweede Wereldoorlog ook weer levend te maken. Maar nu het herinneringsgebouw uit de grond omhoog komt, stond in de Tweede Wereldoorlog de prikkeldraadversperring van kamp Amersfoort. En de wachttoren op de achtergrond staat op exact dezelfde plek waar die toen ook stond. De wachttoren werd bemand door twee SS-soldaten die dag en nacht met behulp van het zoeklicht ook 's nachts zicht hielden op het kamp. En als een gevangene in de buurt van het prikkeldraad kwam, dan werd dat beschouwd als een vluchtpoging en dan wordt er meteen met scherp geschoten. We weten dat het onder andere een keer is voorgekomen dat de gevangenen die brood zagen liggen in de buurt van het prikkeldraad daar naartoe liepen en doodgeschoten werden. En het bleek dat dat brood afkomstig was van de bewakers. Want als de bewakers een vluchtpoging verijdelden, dan kregen ze 3 dagen verlof. Deze muurschildering is door een van de gevangenen gemaakt in het kantoor van de commandant Berg. Hij zat hier in het kamp en had daarmee een mooi overzicht vanuit zijn raam over wat daar gebeurde. Op de andere muur had Berg een romantische schildering laten maken wat de gevangenen deden. Dit kon hij laten zien als er bezoek kwam, bijvoorbeeld van het Rode Kruis, dat de gevangenen het eigenlijk helemaal niet zo slecht hadden. De maquette van het kamp laat zien hoe het kamp er aan het eind van de Tweede Wereldoorlog uitzag. Het rechterdeel met enkelzijdige omrastering voor de bewakers en met dubbele omrastering voor de gevangenen. Deze foto is een transport van 11 oktober 1944, een van de vele, vaak wekelijkse transporten tussen het Centraal Station in Amersfoort en kamp Amersfoort. Dit was het begin van een lange stoet, 1440 mensen, waarvan ruim 600 bekend van de gijzeling in Putten. Deze man met de hoed, Dirk Schut, heeft een bordram in zijn hand. Die heeft hij gekregen van de omstanders. Aan het eind van de oorlog organiseerden de Amersfoorters smeertochten en zorgden dat er brood was voor de gevangenen, want ze zagen dat die arme drommels honger hadden. Deze stoere vent, grote vent, een twintiger, Dirk Schut, was 6 weken nadat deze foto genomen is overleden in Kamp-Neuengamme aan ontbering. De appelklok werd 3 keer per dag geluid en dan moesten de gevangenen in looppas naar de appelplaats. En soms duurden die appels urenlang. In de zon, in de sneeuw, in de regen. Het was afzien. Alle gevangenen hebben slechte herinneringen aan die appels in kamp Amersfoort. Dit is de poort van het politieopleidingsinstituut dat op de plek zit van het voormalige kamp Amersfoort. En de muur hier achter mij is nog de originele muur uit de Tweede Wereldoorlog. Als je hier het kamp binnenkwam, leverde je je naam en je kleren alles in. Je werd vanaf dat moment een nummer. Als je het kamp uitging, kon je er zeker van zijn dat je met een traumatische ervaring eruit ging. Het verblijf in het kamp was verschrikkelijk. We noemen dat het stelselmatig terroriseren van mensen. Dit is de plek waar de vele herdenkingen bij kamp Amersfoort plaatsvinden. Bij het monument de gevangenen voor het vuurpeloton of zoals hij bekend is geworden, de Stenen Man.
op 4 mei de Stille Tocht, op 19 april de overdracht van Kamp Amersfoort aan het Rode Kruis. Dan lopen hier honderden mensen bloemen neer te leggen bij dit prachtige monument. We lopen hier door de loopgraaf die in de Tweede Wereldoorlog gegraven is om de Duitse militairen bescherming te geven tegen luchtaanvallen. Het was de bediening van een stuk luchtdoelgeschut wat hier 20 meter achter mij stond. Het heeft niet zozeer iets met de gevangenen van het kamp te maken, maar wel met de militaire bewaking van het kamp. De schietbaan die je hier achter me ziet is gegraven door gevangenen in de Tweede Wereldoorlog. Het was een zware klus, veel zand verzetten en met weinig eten zijn er dus ook heel veel mensen hieraan bezweken. De schietbaan is ook als executieplaats gebruikt. Op deze plek zijn 49 gevangenen vermoord, geëxecuteerd. Dat was een represaillemoord omdat de dag daarvoor een aanval was gepleegd, een overval op de hoogste Duitse commandant Hans Albin Rauter. En er moesten vervolgens 250 Nederlanders geëxecuteerd worden, waarvan 49 in kamp Amersfoort. Als je op deze plek staat en je hoort het verhaal van die executie, 5 groepen van 8, 1 groep van 9 werden neergeschoten, dan komt dat gevoel van beklemming wel heel dichterbij. En dan voel je, dit is iets bijzonders, deze plek. En wij vertellen dat verhaal aan alle groepen om ze ook aan het denken te zetten. Denken over hoe kan het toch dat de ene mens dit de ander aandoet.